Zo, nou, je kunt ze ook nog wel wat langer laten staan. Dan worden ze nog net iets mooier bruin. Zoals je nu kunt zien. Hier, dit zijn de wat dikkere met kaas. Met ketchup. En naturel. Leg wat leuk. Zo. En dan heb je een heerlijk gerecht. Smullen. Heerlijk. Echt heerlijk. Mm. En smakelijk. Ja. Je wilt een hapje weer? Dat is prima hoor. Moet ik weer aankomen lopen of gewoon hier in het begin? Oké. Okay. Vandaag gaan we een gouden oude maken. Ik heb dit recept heb ik van een vriend van mij die heel lang bij mij in het studentenhuis heeft gewoond. En die, dit was zijn lievelingsmaaltje bij een film op de bank. En dat is namelijk het trio in bladerdeeg. Hiervoor hebben we nodig geraspte kaas, bladerdeeg, knakworsten en ketchup. Je haalt het velletje van het bladerdeeg af. Die kan weg. Het is een heerlijk hapje voor de bol. Knakworst. Leg je in het bladerdeeg. Rol je hem op. En vouw je hem dicht. Gaan we door naar de tweede van het trio. Knakworstje erin en ketchup erbij. Kijk uit, ik heb een, dit is altijd gevaarlijk, ik heb een ketchup genomen met een wat grotere opening. En rol hem maar dicht. Zo. Nou, de laatste. Zo. En daar gaan we. Nou, ik weet even niet hoe lang ze in de oven moeten. Ik ga even kijken op het pakje. Oh ja, 20 tot 25 minuten. Afhankelijk van de hoeveelheid vulling. Dan zou ik zeggen 22 minuten. We moeten 22 minuten de oven in. Zo, altijd even opruimen. Ja, dit is gewoon een heerlijke snack voor een avondje ontspannen op de bank. Ik weet nog goed dat ik met mijn huisgenoot een 3 uur, 4 uur lang film zat te kijken. En dan gewoon heerlijk een triootje van knakkers en bladerdeeg erbij. Ja, heb je gewoon een topavond. Dus ik raad dus ook bij dit gerecht raad ik ook aan een leuke goede actiefilm. Een paar vrienden. En dan heb je gegarandeerd een goede avond.